Degene die het wordt, dat gaat de bevolking van Almelo bepalen. Dus er zijn nu 3 kunstenaars geselecteerd. En de inwoners mogen daarop stemmen tot 3 maart. En dan gaan we op 15 maart, afhankelijk van de stemmen die de kunstenaars krijgen, bekendmaken welk kunstwerk daadwerkelijk in oktober, november geplaatst zal gaan worden in de nieuwe haven in Almelo. In het verleden is het wel eens zo geweest dat de mensen in Almelo gestemd hebben. En ja, dat de wethouder in kwestie, het ging om een stadhuis, dat die zijn keuze doordrukte. Is dat hier ook? Dreigt dat hier? Nee, dat doe ik alleen maar als het kunstwerk, als mijn keuze beter is. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, de stemmen van de inwoners gaan tellen. En de kunstenaar met de meeste stemmen, die gaat het kunstwerk plaatsen. Dus ik heb daar als wethouder geen invloed op. Wil ik ook helemaal niet. Ik denk dat er 3 schitterende kunstwerken zijn. Voor mij zijn ze alle 3 goed. Wij zijn in het voorgesprek, waar dus iedereen al of bepaalde commissies en besturen al mee mochten deelnemen, hebben wij ook al deelgenomen. We hebben de 3 kunstenaars gesproken. Ja, en natuurlijk hebben wij onze wensen geuit richting die 3 mensen. En? Nou goed, ik zie hier dat ze daar wat op uitgedaan. Ik vind, even vooropgesteld, alle 3 kunstwerken hartstikke mooi. Ik vind dat die mevrouw van Wenzel, als ik het goed uitspreek, de ijsvogel, ik vond dat die heel goed naar ons heeft geluisterd. En je krijgt in plaats van 1 kunstwerk 3 stuks. Nou, dat is helemaal mooi meegenomen. Op de markt is uw euro 3 daalders waard. Ja, en goed, we krijgen 1 op de, zeg maar, aan de havenkom en 2 in het water. Het maakt tegelijk het water niet heel saai. En er zijn ook dus iets te bezichten in het water. Nou, we hopen dat mensen die betrokken, inwoners van Almelo, dat die in ieder geval gaan stemmen. En mensen die betrokken zijn bij Almelo, omdat ze hier werken, of omdat ze elke zaterdag hier een boodschap kunnen doen, die mogen ook gewoon stemmen. De stemmen van de inwoners tellen we mee voor 80%. Dat gaat aan de hand van de postcode en vanuit het e-mailadres wat mensen opgeven. En mensen van buiten Almelo, die stemmen tellen mee voor 20%. Dus samen 100%.